Goedemorgen iedereen, welkom in Knokke. Ik ben terug aan het lopen. Als triatleet heb ik behoorlijk wat trainingen al gedaan in mijn leven. En de bedoeling is dat ik er eigenlijk zoveel mogelijk probeer te delen met jullie. Ik noem het Share the Set. Elke week zal ik er een training uitpikken die ik de moeite vind eigenlijk om eventjes nader te bekijken. Vandaag is het 10 kilometer duurloop, gevolgd door 10 x 1 kilometer op de piste. Let's go! En zo zit de rustige 10 kilometer duurloop door Knokke er reeds op. Ik hoop dat je genoten hebt van de vele parkjes en wijken. Ik heb mijn stapjes reeds gehad die rustig waren. Maar nu is het tijd voor het zwaardere werk. Daarnet was het 4 minuten 30 per kilometer. Ik hoop dat ik nu ergens een minuutje sneller minstens doe per kilometer. Go. En vooraleer je de 10x1 kilometer intensief start, heb ik je nog twee dingen te zeggen. Eerst en vooral, plan deze training juist. Zorg ervoor dat je de dag voordien een rustdag gehad hebt en dat je de dag nadien ook voldoende rust kan nemen om terug op te bouwen, want dit is een keiharde training voor je lichaam. Nu ik zelf coach ben, zoals velen onder jullie, kan je dit eigenlijk misschien wel optimaal plannen ergens naar het einde van de week toe. En de tweede tip die ik geef, kleren uit, want dit wordt warm, zweten. Let's go!